Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je misschien al ziet, staan hier achter mij allemaal cadeautjes. En deze heb ik gekregen op de meeting van 21 mei, oftewel de Muser meeting. Wanneer ik dit film, ben ik eigenlijk nog maar 10 minuten thuis van de meeting. Maar ik was zo excited over alle cadeautjes dat ik het graag nu al wil opnemen. Dus sorry als mijn haar of zo niet helemaal on fleek zit, maar ja. Ik heb tijdens de meeting ook gevlogd, dus wil je deze vlog even checken, bekijk dan de link in de beschrijving en daar kan je hem gewoon bekijken. Verder wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren en let's get started! Oké, ik ga als eerst beginnen met alle kleine cadeautjes, dus dan vooral de Starbucks en al het snoep, etc. Als eerst heb ik hier 3 bekertjes Starbucks en het is caramel macchiato. En de mensen die mij een beetje volgen op Snap en Insta weten dat eigenlijk mijn favoriete Starbucks gewoon... Deze is heel erg basic van de supermarkt. Die kan je eigenlijk ook voor 2 euro of zo. Die is echt geweldig. Daarvan heb ik er dus 3 gekregen. En ik heb er eentje gekregen van Maartje uit de Boos Squad, Indy en Noah. En van Indy heb ik ook nog een zakje persik gekregen. Dus heel erg bedankt. Dan heb ik hier 3 super lekkere Milka-repen. En de meeste mensen weten wel dat ik echt heel erg veel van Milka hou. Ik vind chocola sowieso heel lekker, maar Milka vooral. Als eerste heb ik van Tess een super leuke soort van muesli-reep gekregen. Want ze heeft een soort papiertje opgemaakt. En. Het is Milka D, dus heel erg bedankt voor Tess en ik ga hem zeker niet opeten. Dan heb ik een Milka karamel gekregen en deze vind ik ook echt heel erg lekker. Ik heb hem gekregen van Maartje, dus Maartje, bedankt. En dan zult ik nog even mijn favoriete Milka reep gekregen en dat is Milka Oreo. En het is gewoon de basic, want iedereen vindt deze lekker. Ik heb hem gekregen van Yakshmi. Ik weet echt niet hoe ik haar naam heb gekregen. In ieder geval, als je dit ziet, heel erg bedankt. Dan heb ik hier allemaal leuke brieven en tekeningen gekregen. En die gaan we nu allemaal even bekijken. Als eerst heb ik een heel erg leuk envelopje gekregen van Pien. En op het envelopje staat ook de zak Snickers is ook van mij. Dus dat zal vast deze zijn. Pien, heel erg bedankt voor ook de Snickers. Dan heb ik nog een tekening gekregen. En dit is in ieder geval met stift getekend. En hij is super mooi getekend. Ik vind dit super leuk. Er staat helaas geen naam op. Dus degene die deze gemaakt heeft, heel erg bedankt. Dan heb ik van Rebecca een hele leuke tekening gekregen en die heeft het heel erg mooi geplakt. En ik vind het echt super leuk en ik ga alle tekeningen zeker weten ophangen. Dan heb ik een tekening gekregen van Hello Kitty en ik vind hem echt gewoon super schattig. Ik weet niet of ze hiermee bedoelt dat ik op Hello Kitty lijk, maar ik vind de tekening super leuk. Dan heb ik van een meisje een hele lange brief gekregen en dat komt van Sanke. En er staat op: lieve Bo, ik ben een hele grote fan. Ik vind toch dat je altijd leuke YouTube video's maakt en je draagt elke dag leuke kleren. Ik vind je echt heel erg lief, maar ik zou het ook een keer leuk vinden als het in jouw video komt. Nou Sanke, dit zit in je video. En ook super erg bedankt voor de Tony, want Tony's Chocolate Caramel is gewoon geweldig. Ik heb nu alle brieven en kleinere cadeautjes gehad. We gaan nu naar de grotere cadeautjes die allemaal in een tasje zitten en heel erg mooi zijn ingepakt. Als eerst heb ik een tasje van Kiko en het meisje vertelde me al direct erbij. Het zit in een tasje van Kiko, maar er zit niks in van Kiko. Zo, ja... In het tasje zit namelijk een zakje met allemaal leuke nageldingetjes erin. En er zit een Folk Girl douchegel in. En Folk Girl ruikt echt super lekker, dus heel erg bedankt hiervoor. Dan heb ik hier nog een super grote zak snoep gekregen. En er staat helaas geen naam op. Maar het grappige is dat ik zelf deze snoep ook mee heb genomen naar een meeting. En dit is geweldig snoep. Zo, degene die het gegeven heeft, dankjewel. Dan heb ik een super schattig gekleurd tasje. En het ziet er super cute uit. Als eerst zit er een briefje in. En het cadeautje is blijkbaar van 2 meiden. Namelijk van Feline en Floor. En het is best wel een lange brief. Maar wat ik sowieso onderaan zie staan. Is dat ze vragen aan mij. We weten niet of je er een YouTube video van gaat maken. Zo ja, dan hebben we een vraag voor je. Die je mis in de video kunt beantwoorden. Dat kan ik zeker weten. De vraag is namelijk, wat is het leukste dat je hebt mogen doen voor YouTube en wat was het leukste wat je mocht doen voor Muesli? Ik denk voor Muesli toch wel de meetings en voor YouTube denk ik wel de YouTube gathering. In het tasje van Feline en Floor zit als eerste een super lekker maskertje met limoen en vanille, dus die lijkt me super lekker. Deze ga ik zeker weten proberen. Dan zit er een super mooie poeder in en ik vind deze heel erg mooi. Hij is van Affect, dus heel erg bedankt. En tot slot zit er nog een super leuk metallic nagellakje in van Herome. En hij is super mooi. Zo, dankjewel Feline en Floor. Dan heb ik hier een super leuk cadeau gekregen van Elisa en Nina. En dit is Nina's schotbord voor de mensen die zich afvragen. Ja, het is Nina's schotbord. Ik heb namelijk iets gekregen van Nina en Elisa nog voor mijn verjaardag. Omdat ik afgelopen week jarig was. Oké, we gaan het even openmaken. En het ziet er super schattig uit. Oh, oh my god, er zitten lollies in. Oh, deze lollies zijn echt geweldig. Hier is kauwgom in. Deze lollies zijn echt lekker. Zo, Elisa en Nina, heel erg bedankt. Dan heb ik hier een super schattig cadeautje. En oh my god, ik vind het zo schattig. Je kan het natuurlijk van de buitenkant wel zien wat het is. Maar
Het is zo cute. Echt, oh my god, ik vind deze knuffel zo schattig. Oké, dit is een soort van Flappy Bird knuffel. Don't judge me als het geen Flappy Bird is, maar ik vind het gewoon op lijken. Hij is super schattig. Ik vind hem echt heel erg leuk. Er staat helaas geen naam op het cadeautje, maar degene die het gegeven heeft, heel erg bedankt. Dan heb ik van Jewel een heel erg leuk cadeautje gekregen. En op de achterkant staat, pas op, er zitten glitters in. Dus we gaan het heel voorzichtig openmaken. Wow, ja, ik zie allemaal glitters. Oh my god. Oh my god, mensen, er zitten allemaal papiertjes en glitters in. Dit is super gaaf, maar er is wel één grote troep hier op de grond. In ieder geval, er zit een super leuk boekje in. En hier staan allemaal leuke briefjes in. En leuke tekeningetjes. Ik ga straks alle tekeningetjes even doorlezen. In ieder geval, jewel, heel erg bedankt. Dan heb ik een soort van heel erg paars pakketje gekregen. En dit ziet er super cute uit. En ik vind het sowieso schattig als je dit soort dingen altijd inpakt in doorzichtige folie. Dus super leuk. Als eerst zit er een paarse kaars in, een nagellakje, een armbandje en een soort van doosje waar het in zit. Dus dat gaan we even openmaken. Let me go, psycho. Wow. Dan zit er een super schattig armbandje in met allemaal gekleurde kraaltjes. En ik ga hem gewoon direct omdoen als ik dat nu voor elkaar krijg zelf. Oh my god, het is echt een super schattig bandje. Heel erg bedankt hiervoor. En tot slot zit er nog een super schattig doosje in. En ik ben echt benieuwd wat hierin zit. Ik ga het openmaken. Oh, oh my god, hier zit een ringetje in. En het ringetje is echt super cute. Oh. En dit is echt dus een hele mooie ring. Ik draag eigenlijk bijna nooit ringen. Maar ik kan deze week zeker weten eens gaan dragen. Hij is namelijk echt super mooi. Dus heel erg bedankt. Dan heb ik hier een geheel tasje. En hier zitten allemaal speciale dingetjes in. En er zit ook een bakje in met tape eromheen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daarin zit. Als eerst ga ik trouwens even beginnen met het briefje. Want dat is wel zo handig. Oké, ik heb dus een super leuk briefje gekregen van Enisha. Dus Enisha, alvast heel erg bedankt voor alle cadeautjes. Er zit echt iets super schattigs in als eerst. Een soort van sieraden. En er zit als eerst een super mooi kettingje in. Met een hartje erop. Hij is echt heel mooi. Een hartjeskettingje als eerste. En er zitten super schattige oorbellen in. Ja, jullie kunnen het nu zien. Super schattig. Echt heel erg bedankt hiervoor. Dan zit er nog zo'nzelfde armbandje in als ik hier al om heb. En ik denk dat deze twee meiden vriendinnen van elkaar zijn. Want het komt allemaal overheen. Is natuurlijk super leuk. Ik ga die ook omdoen. Dan heb ik lekker twee van deze bandjes. Oké, hier zit echt wat super leuks in, namelijk zo'n squeezy balletje. En het is echt cute. Oh, dit is echt schattig. Oh my god, look dit. Zo schattig. Oh, dit is zo squeezy. Dit is echt chill. En tot slot zit er een bakje in met tape eromheen. En nu ik er een beetje naar kijk, denk ik wel dat ik weet wat het is. Want volgens mij is het namelijk slijm. Maar ik vind slijm echt super chill, dus dat vind ik echt cool. Het ruikt super lekker. Het is gemaakt met wasmiddel en het zit helemaal vast aan de deksel. Check. Wow, het is echt vet goed slijm, want het laat helemaal los van het bakje. Dat is echt goed. Oké. Het is super chill slijm en het plakt nu een beetje aan mijn handen. Omdat als je slijm niet zelf hebt gemaakt, dan plakt het weer aan iemand anders handen. Dat verandert gewoon aan een tijdje, maar het is echt super chill slijm. Dus super bedankt voor dit slijm. Als ene laatste heb ik een heel speciaal pakketje gekregen met een soort tattoos erin. En ik ga het even bekijken van binnen. Er zitten twee vellen in en hier heb je een beetje blauw-gouden tattoos. En hier een beetje brons-grijsachtig. En ik vind ze super cute. Ik ga dit zeker weten dragen in de zomer, want ik vind dat echt super schattig. Dankjewel. En dan als allerlaatste heb ik hier een ingepakt cadeautje waarvan ik echt benieuwd ben wat erin zit. Ik heb dit gekregen van Sarina en er zit een super leuk briefje bij. Ik heb dit van haar te goed omdat ik nog jarig was, zei ze. En ik ga het briefje straks even helemaal lezen. Maar we gaan eerst een cadeautje openmaken. Oh my god, dit is zo cute. Oh my god, deze is zo schattig. Oh, dit is zo cute, hè. Oh my god, er zit een knuffel in. Oh, hij is zo zacht. Het is een olifantje. En olifant is even mijn lievelingsdieren, want ik vind ze zo schattig. En die blauwe ogen, oh my god, dit is zo schattig. Echt, dankjewel. Dit vind ik echt super cute, hè? Oh my god. Sarina, super erg bedankt voor de super leuke knuffel. Ik vind hem echt super zacht. Hij is super schattig, echt. Dankjewel. Dan was dit de video weer. Ik hoop dat je hem leuk vond. En zeker weten een duimpje omhoog. En vergeet je onder niet te abonneren. Wil je nou de volgende keer ook graag bij een meeting zijn? En heb je deze gemist? Volg me zeker weten dan op mijn social media. Dat staat allemaal in de beschrijving. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!